herkent het waarschijnlijk wel. Je moet leren voor je tentamen, maar een studiegenoot vraagt of je ergens bij kan helpen. Dit doe je en wanneer je daarna wil beginnen met studeren, zie je dat je kamer een troep is. Eerst dat maar eens opruimen. Vervolgens heb je trek, dus ga je een lekker broodje halen. En dan zitten je huisgenoten een film te kijken, dus kijk je heel even mee. Nou, op de klok zie je dat het inmiddels al 4:55 middags is. Dat vind je te laat om nog te beginnen en je besluit het morgen opnieuw te proberen. Dit studieontwijkend gedrag of uitstelgedrag is voor veel studenten herkenbaar en veel studenten ervaren last van dit uitstelgedrag. Bijvoorbeeld wanneer je een vak wat minder interessant vindt of wanneer je kort geleden nog een slecht cijfer hebt gehaald, kan het lastig zijn om te beginnen. In deze mini-course van Career & Counseling Services leg ik uit wat maakt dat we uitstellen, wanneer het een probleem wordt en hoe je ermee om kunt gaan. Het is je vast wel eens opgevallen dat je nauwelijks dingen uitstelt die je makkelijk vindt of die je echt fijn vindt om te doen. We stellen voornamelijk taken uit die we niet leuk vinden, die veel moeite kosten of die te groot of te onduidelijk zijn. Door ons op een bepaalde manier te gedragen, door dingen uit te stellen, proberen we onplezierige taken of situaties te vermijden. Een hele logische reactie, maar niet altijd even functioneel. Het is een logische reactie, omdat uitstellen ook positieve gevolgen met zich meebrengt. Je hoeft een onplezierige taak niet te doen of je ontkomt aan een vervelende situatie. Je ervaart heel waarschijnlijk een gevoel van opluchting. Maar het is geen functionele reactie, omdat uitstellen ook zeker negatieve consequenties met zich meebrengt. De taak is in de tussentijd groter of nog vervelender geworden, of je komt misschien wel in tijdsnood. Uitstelgedrag, het vermijden van een onplezierige taak of situatie, brengt zowel positieve als negatieve consequenties met zich mee. En de positieve consequenties, die belonen als het ware ons uitstelgedrag. Wat er dus voor zorgt dat je blijft uitstellen. De reden dat we toch elke keer weer uitstellen is dat we de positieve consequenties vaak op korte termijn ervaren en de negatieve consequenties pas op de lange termijn. Af en toe je taken uitstellen, dat is niet zo erg. Je hebt namelijk een goede reden om dit te doen. Denk maar aan de positieve consequenties van je gedrag. Alleen als je regelmatig eenzelfde taak of een situatie uitstelt of vermijdt, kunnen de negatieve consequenties steeds groter worden en kan uitstelgedrag als problematisch gezien worden. Het kan dan helpen meer inzicht te krijgen in je uitstelgedrag, zodat je hierop makkelijker kan ingrijpen. Nou, de eerste stap in omgaan met je uitstelgedrag is het uitzoeken welke reden je hebt om iets uit te stellen. We hebben een goede reden voor ons uitstelgedrag, maar we denken hier meestal niet over na. Door zowel de positieve als de negatieve consequenties van je uitstelgedrag te benoemen, krijg je meer inzicht in je gedrag. Dit zorgt ervoor dat je je gedrag beter begrijpt en maakt het vervolgens makkelijker om hierop in te grijpen. Daarnaast heb ik ook een paar praktische tips die je kunnen helpen de verleidingen van het uitstellen tegen te gaan. Bereid je studieplek net zo voor als je op een doordeweekse dag de tafel dekt voor het avondeten. Leg alles klaar wat je ook daadwerkelijk nodig gaat hebben en haal alles weg wat je niet nodig hebt. Daarnaast kan je ook denken aan een fijne stoel en een aangename kamertemperatuur. Een comfortabele studieplek zorgt voor meer positieve gevoelens rondom het studeren. Veel studenten vinden het fijn om met anderen samen te studeren. Door samen af te spreken om te gaan studeren, ben je minder snel afgeleid. Ook kan je elkaar motiveren aan de slag te gaan of te blijven. Wanneer samen studeren in het echt niet kan, organiseer dan een online meeting waarbij je allebei zelf studeert en online bent. Zo kan je toch soms wat aan elkaar vragen of iets bespreken nadat je eerst even hebt bijgepraat. Wanneer je veel werk te doen hebt, kan het helpen grote taken op te delen in meerdere kleine taken. De taak wordt zo behapbaar en concreet en de drempel om te beginnen verlaag je. Een taak is klein genoeg wanneer je deze vandaag nog kunt uitvoeren. Ook geeft het afronden van één of meerdere kleine taken meer voldoening dan het werken aan één grote taak die nog niet af is,
wat er dus voor zorgt dat je gemotiveerd blijft. Daarnaast maken kleine taken het makkelijker om pauzes te nemen. Je hersenen zijn alerter wanneer je ze regelmatig de tijd geeft om uit te rusten. Pauzes dragen dus bij aan je productiviteit. Heb je moeite in de ochtend om te starten met je studiedag? Begin je dag dan met een leuke kleine taak. Dit zorgt ervoor dat je je dag makkelijker en met meer plezier aftrapt. Als je eenmaal op gang bent gekomen, begin je sneller aan een volgende, misschien wat minder leuke taak. Andersom kan het ook, namelijk volgens het principe Eat That Frog First. Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, ook wel bekend als de meest onplezierige taak, zal de rest van de dag een makkie zijn. Het allerbelangrijkste is dat je de dag begint. Start de dag dus op een manier die bij jou het beste past. Uitstelgedrag is voor veel studenten herkenbaar en brengt niet altijd problemen met zich mee. Wanneer het wel problematisch is, kan je door inzicht te verkrijgen in je eigen uitstelgedrag en met behulp van praktische tips je uitstelgedrag aanpakken. Kijk voor meer tips om goed te studeren naar de Essential Study Skills bij Career & Counseling Services. Of kom naar de Career & Counseling Services als je wilt sparren met een psycholoog over jouw uitstelgedrag.